Welkom bij vlog 8. Deze week gingen alle remmen los. Het is 12:30 en het mag seks en slechte whisky zijn. Uit school. Ik ontdekte mijn muzikale talenten. Waar is mijn bloem? En onze magen, die werden weer goed gevuld. Calorie preferé. De week begon al goed. Een bisnummer van buurman in onze backstage. Ah wel. Wat is dat hier? Is dat hier nog een... Een privé-concert. Hé, hey, mevrouw, wat hebt u dat ik niet heb? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, maar ja. Allee, zo, hey, nog zo'n nummerke extra afslopen. God, ik heb Marion voor Kim. Okay. God, ik ken Kim eigenlijk. Oh ja. Als God de Vader echt bestaat, dan hoop ik dat hij liefst vandaag nog 5 minuten tijd heeft en is nederdaald. Meer moet dat niet zijn. De jongste fan van vandaag. High five! Ja! Dinsdag was Emma Beel te gast in onze studio. En ik moet toegeven, ik had toch wel een beetje stress om onze eigen versie van haar superhit aan haar voor te stellen. Op Rob Werchter heb je blouse uitgesmeten. Hè? En op Zomerhit had ook een beetje weinig om blijven. Dus we hebben nu eigenlijk een nieuwe versie van uw Cut Loose gemaakt. Kun jij eens zingen? Een klein stukje refreintje zo? Ja. Oké. Okay. Ik val in. Allee. Okay. Het gaat iets met blouse zijn. Alleen maar zing. Zing. I want you. I want you. I want you. Waar is nou mijn blouse? Don't cut me. Waar is mijn blouse? En daarna nog zingen op de zeedijk met David van Dijk. Ik leef voor jou. Mijn adem en mijn dromen. Oeh, jij zingt echt goed. Nu, als ik zo dicht bij u sta, dan hoor ik u niet alleen goed zingen, maar nu zie ik ook pas dat je eigenlijk een beugel draagt. Ja, dat is waar. Kikkikir. Dit is het laatste van de restauratiewerken dat we gaan doen. David van Dijk 2.0, bijna helemaal gerestaureerd. Had je al door dat er een rode draad is deze week? Zingen en nog eens zingen. We hebben een liedje gemaakt voor jou. Ja. Omdat wij heel blij zijn dat we hier altijd mogen zijn. Hè? Eerste keer de brief, telkens ik jou zie, klinkt een melodie. Liefste kinderbrief, ik vergeet je niet, luister naar dit lied. 1, 2, 3, 4. Kim de Brie, dankjewel voor deze plaats preferé. Love you, Kim en Kim. Take me to the matador. He will feel that he's my soul. Oeh, kijk! Ja, ik heb ze meegevraagd. Oh, maar hoe geweldig is dat? Dag Pop. Zeg, dag Radio 2, zeg. Dag Radio 2. Hey! Zo'n schattig kindje. Onze zomer zit er bijna op, maar we zijn al aan het nadenken, hoor. Over het vervolg. Heb je misschien een ideetje? Ja, ik vind van de winter dat wij zo skipiste of piste preferé moeten doen samen. In de goede winterversie. Een goede sjaal rond onze nek, wat denk je? En dan als slogan, we zijn de piste in. We zijn de piste in. Let's do it. En ik heb de daad dan maar bij het woord gevoegd. De piste in. Hey! Hoe stopt het ermee? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Je mag gerust zijn, feestje in Blankenbergen. Oh, in the sunshine. There's gonna be a little rain sometimes. Wat is er benoemd? Oei, ik ken hem niet bij. Maar, allee, jawel, jawel, daar. Allee, zet hem op. Je moet je wel deftig voorbereiden, hè? Het is geen cowboy-kloos. Dag zonder. Vind je het zonder? Ja. Oké. Okay. Die neer, de cowboyhoed. Het is de mijne, ik heb hem aangehad. Veel geld waard. En pas op, hè, want je weet, je zit hier met een tegenwind. Hè, met een zeewind. Ja, maar dat lukt wel. Maar ja. Het is wel een marden, hè, dus. Zijn we klaar? Oké. Okay. 1, 2, 3. Het zit er alweer op. Bedankt om te kijken. Fijn weekend en heel graag tot volgende week. Twee laatste dagen van Plage Préférée.